Hi, mijn naam is Janno en wat fijn dat je bij ons een mooie breekhamer gehuurd hebt. In deze film ga ik je uitleggen hoe je er eigenlijk mee werkt. En voordat we beginnen, wat is nou eigenlijk een breekhamer? Nou, een breekhamer gebruik je om te breken. Die heb je in lichte formaatjes, 3 kilo of zoals deze 6 kilo. Maar je hebt ze ook in hele grote formaten. Zoals deze enorme van 20 kilo. Nou, deze gebruik je om in een vloer te breken en deze lichte modelletjes die gebruik je om in een wand tegels af te kappen. Logisch toch? Goed om te weten is dat je altijd twee beitels krijgt bij je breekhamer. Eentje met een spitse punt en eentje met een vlakke, een brede punt. En het laatste wat we moeten weten is de veiligheidsmiddelen natuurlijk. Gehoorbescherming, een stofbril, veiligheidsschoenen, want er vallen natuurlijk dingen naar beneden. En een masker, eventueel handschoenen, zijn wel heel erg aan te raden om te gebruiken. Denk eraan dat je bij het klaarmaken van de machine altijd de stekker uit het stopcontact of de accu uit de machine haalt. Start met het handvat in de gewenste werkpositie te zetten. Nadat je dit gedaan hebt, is het tijd om de beitel in de kop te zetten. Ontkoppel eerst de kop. Pak de beitel en let op dat er genoeg vet op de beitel zit. Dus doe je bovenin. Totdat hij vastklikt. Laat dan de kop weer los. Je krijgt bij een breekhamer altijd twee beitels. Een platte beitel, tegels af te klappen. En een spitse beitel, om bijvoorbeeld in een muur te breken. De slagkracht is instelbaar. Maar laten we eerlijk zijn, iedereen heeft hem altijd op vol vermogen. De machine is nu klaar voor gebruik. Ik heb wel een hele belangrijke tip. Zet de machine tegen het te breken oppervlakte en oefen lichtjes druk uit. Laat de machine zelf werken, dus ga niet heel hard duwen. Laat de machine zelf breken. Nou, kom je er nou toch niet uit? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.